Welkom dat je kijkt. Het is maandagochtend en het is geen boodschappendag. Sorry. Nee, we gaan niet boodschappen doen. Voorheen was altijd maandag boodschappendag, maar dat gaan we morgen doen. Want dan gaan we ook even de boodschappen halen. Maar goed. Maar wij gaan lekker naar het strandje toe. Het is de laatste dag van de vakantie van de kinderen. Daar zit Miracle met een petje op. En daar hebben we Blessing. Dus wij denken, hebben ze geen gordel aan? Ja, ze hebben wel een gordel aan. Alleen ze doen die voorstuk, net als ik altijd, onder de armen. En dan vinden wij het namelijk lekker te zitten. Het is niet echt de manier van, maar ik hou niet zo van dat hier zo allemaal in mijn nek zitten snijden. En die kinderen ze ook niet. Dus vandaar dat we het zo zitten. Maar goed, nogmaals. We gaan lekker naar het strand toe. En naar de Kaloot. Dus als je wil weten waar het is, zoek Zeeland, stranden, Kaloot. Dan kom je er vanzelf en dan weet je precies waar het is. Dan gaan we lekker naartoe. En dan gaan we hier leuke beeldjes van maken. En lekker genieten van het lekkere strandweer. We hebben de hond thuis gelaten dit keer. Maar als we daar naartoe rijden, worden we gek van al de gepiep. Want die piept altijd in de auto. Dus wij gaan lekker naar het strandje toe. Dus ik zou zeggen, blijf lekker zitten en tot straks. Nou, voor mensen die het willen weten, dat is de kerncentrale Borselen. Nee, bezig. Dus dan weet je zelf wel vlak hier zijn, want Kaloot zit achter die dijk. Dus daar gaan we naartoe. Dus tot zo. Zoals je ziet, komt hier allemaal water uit. En dat water gaat zo terug naar de zee, via dat watergangetje. En daar zitten dan allemaal visjes in en alle helmen in. Het komt namelijk hier zo uit. En waarom komt het daaruit? Even wat blessing. Daar heb je koelmotoren. Dat heeft te maken onder andere met van de kerncentrale. Alles wat daar zo gekoeld moet worden, dat gaat het uit de zee. Maakt het schoon. Brengt het daar naartoe. En als dat daar dinges is, dan wordt het daar gebracht. Zo weer terug naar hier. En goed, de zeewater weer in. Maar alles wat ze daar op doen, wat visjes in zitten, krabjes en alles. Het komt dan vervolgens hier weer uit terecht. En dan gaat dan zo het water daar naartoe. En dan gaan we kijken of we visjes en alles kunnen vangen. Om te laten zien. Nou, volgens mij hebben ze vis, want de kinderen zijn helemaal enthousiast. Papa heeft hem weggevangen! Ja, ik haal hier genoeg uit hoor. Nou, dan gaan we er naartoe lopen om wat jullie te laten zien over visjes. Mag ik het aanraken? Nee. Kijk naar die visjes. Kijk. En zo vang je heel makkelijk vis zonder een hengel. We hebben een haringje. En die andere weet ik even niet. Het zal ook wel een haring wezen. Een visje. Een babyharing. Ik zie daar een balletje in het water. En zo komt het allemaal aan door die sluizen. Ja, kijk, en dan gaat daar ook een visje. Dat is al een heel kleintje, laat die maar gaan. Zo'n klein visje. En dan schuimballetje, wat eigenlijk niet in het water hoort. Maar zo gaat het op. En er kan van alles wezen. Kunnen krabbetjes, kunnen inktvisjes zijn. Echt van alles. Allemaal in die waters. En we laten zo nog meer zien. Ja, papa gaat zo kijken. Zo laten we zien hoeveel vis er uitkomt door even het schepnetje ervoor te houden. Voor jullie is ook wel leuk om te weten. Nou, doen we maar zo fijn omhoog. Er is er eentje uitgekomen. Eentje. Eikwallen. Kwallen erop. Nee, hij zit kwallen erop. Het visje wordt vrijgelaten. En dan zit er. Ja, daarom zou ik niet vertellen, dan moet je niet zien. Het zijn allemaal grote palletjes. Even ja, omdraaien. Ik zal naar de grote. Ja. Het is een grote.
maar ja, dat zit op een gegeven moment als het alleen maar op zolder ligt. Ja. Nou, dat kan je maken hoor. Hey kijkers, ja, dan ben ik hier zo lekker op het strandje bij de kloot. En dan ben ik aan het strand jutteren langs zo'n lijn wat aangespoeld is. En dan kan je soms de leukste dingen vinden. Wat eigenlijk niet in de zee hoort natuurlijk. Maar ja, soms gebeuren er wel eens dingen. En dan kan je wel eens vinden op het strand. Dat is wel heel leuk om natuurlijk te trachten te vinden natuurlijk. Dat zijn spulletjes die van de schepen of op andere manier zijn gevonden. Gevonden overboord zijn gegaan. Ja, en dan gaan we eens even kijken of we wat kunnen vinden. Kijk. Heerlijk toch, deze prachtige strand zo. Aan de overkant zie je Zeeuws-Vlaanderen. Terneuzen en zo. Weet je toevallig aan wat voor kant het zit? Dit water. Mama, ik heb de bal die zand is, maar die blijft nog geel. Ja, dat is een groot stuk zand, hè? Die blijft nog geel. Ja. Nou, en dan zie je daar zo in de verte ook allemaal wat met de kerststralen, havens van Vlissingen en Middelburg en zo. Ja. En de andere oudste die staat daar. En die zijn allemaal dingetjes aan het zoeken op het strand. Mijn man die komt straks aan, die legt de spullen even in de auto. En de kinderen genieten nog heerlijk nog even van de laatste dag vakantie. Want het is vandaag studiedag. Morgen gaan ze weer naar school. Dus nu kunnen ze nog even lekker uitracen voordat ze morgen weer frisse fruitig weer naar school gaan. Dus we gaan weer lekker verder. Ik wil vasthouden hoor. En het is? Een kabeljauw. Kabeljauw. Gaan we hier zoomen. Wauw, mooi kabeljauw. Wessing probeert ook aan te raken. Wil je vasthouden? Nee. Klim mijn eieren. En nu in het water. Nou, dan maken we nog even een mooie foto voor papa. Heb jij ook visie vast? Ja. Wauw. Wil je een foto maken? Ja, ik maak een foto van. Zo, goedemorgen. Het is dinsdag. De dag dat de kinderen weer lekker naar school zijn gegaan. Yes. De studiedag is voorbij. De herfstvakantie is voorbij, de extreem lange herfstvakantie is voorbij.
Maar dan gaan we dat volgende doen. De kinderen waren onsprikkelbaar in die weken. Dan gaan we de boosterprik halen. Ja, maar ik moet even nog... Mondkapje zoeken. Maar ik heb hem hier al. Dus we gaan zo dadelijk. We moeten alleen nog even papieren daar nog meenemen. Voor de zekerheid. En ja. We zien wel. Ik kan zo aankomen waaien. En zeggen van prik, prik. Geen afspraak. Dus dat is top. Goed. Nou. Ik ga kijken wat ik vandaag jullie mee kan nemen. En wat ik jullie mee kan nemen vandaag. En we gaan zo dadelijk op pad op mijn boosterprik. Dus ja. Yeah. We gaan we klaarmaken. Dus ik zie je zo in de auto. Daag. Ja, ik kan het jullie niet laten, maar oh, wat is die lucht mooi. Kijk dan. Wauw. Oh, de geit op de achtergrond. Wat een prachtige lucht, hé. Wauw. Mooi opgaande zon. Prachtig. Echt mooi. En op de camera lijkt het mee te vallen. In het echt is het echt veel meer oranje. De camera lijkt het wel roze, maar prachtig. Kijk, als ik zo doe, dan lijkt het een beetje meer op de kleur bij het uitzien. Nou, het lijkt het toch nog te roze, maar stel dat valt wel mee. Prachtig. Nou, op naar de boosterprik. Zo, daar hebben we weer de vaccinatieprik gehad. De booster. Dus nou gaan we op naar de huis. Ja, hallo. Daar was ik weer. Vandaag de dag van prikken. De boosterprik. Nou, ik voel hem wel hoor, ja, in mijn armpje. Maar goed. Het is ook weer de dag dat mijn mannetje weer is gaan werken. En de kids weer naar school zijn gegaan. Dat is weer back to the normal life, zullen we maar zeggen. En ja. Het is weer even wennen. Weer even alleen thuis geweest. 2 uurtjes hoor. Dus het is niet dat het een hele... Ja, ik denk van, god, wat is dat toch voor licht? Nou, ik ben het eens een spelletje aan doen. Ja, moet ik dat zeggen. Het was even gewoon heerlijk rustig. Het was gewoon even. Maar goed, dan zul je je eigen afvragen. Waarom was er een maandag geen vlog online? Of een vlog of videootje online? Nou, het zat namelijk zo. Ik heb natuurlijk 2 video's online gegooid. Gegooid, online gezet. Want je gooit zoiets niet online. Het is zoiets typisch gezegd, hè? Je gooit het online. Maar goed, dat was de laatste weekend met de kinderen van thuis zijn. En ik wou nog even iets leuks doen met de kinderen. En de maandag hadden ze een studiedag. Dus ik denk, nou, ik neem ze nog even lekker mee op straat. Kun je ze lekker uitwaaien. Dus die beeldjes heb je allemaal lekker gezien. Dus vandaar dat er niks online is gekomen van... ja, die maskerdag die komt dus volgende week gewoon online te staan. Omdat ik gewoon even heel weinig op had. Ik ben nu heel druk aan het filmen met nieuwe content. Maar er zijn een paar dingetjes dat vergt even wat meer tijd. Omdat dat niet allemaal in één keer op één dag gewoon gemaakt kan worden. Want dan zit er meerdere dagen aan vast. Dus vandaar, ik ben mee bezig. Ik hoop... morgen online hebben ze. Als het goed is, hebben jullie hem al gezien. Want dit is natuurlijk mijn weekvlogje op de vrijdag. Ja, dat is even aftasten hoe of wat. Het is heel warrig, ik weet het. Het is ook warrig voor mij. Maar ik krijg nu wat meer tijd onderhanden. Ik krijg weer wat meer rust hier zo. En ja, ik ben nu met 2 projectjes bezig. Back at filmen, maar dat kan ja, helaas niet zomaar van oké, ik doe het even en ik gooi het online. Nee, dit zijn van die projectjes die natuurlijk van begin tot eind op die manier als filmpje op YouTube zet. Het is niet zo van ik begin aan iets en dan heb je weer eens een filmpje, weer eens een filmpje. Nee, ik ben al met projectjes bezig dat het gewoon als je het gemaakt is, dat je het daarna online zet, dat je het ook kan kijken. Goed. Dus daar ben ik mee bezig. Ik weet, het is heel warrig. Ik snap het heel goed. Ik ben soms een heel war hoofd. Maar dan wil ik te veel. Dan vertel ik soms te veel. En soms kom ik, nou, niet echt na wil ik niet echt noemen. Maar dan komt er zoveel op mijn pad. En dan is het van, oh, wat heb ik eigenlijk gezegd? Dat had ik beter maar niet kunnen zeggen. Dat was niet echt handig voor mij. Oeps. Ja.
Dat is niets meer. Dus het is niet zo van, je belooft een hoop, maar je doet niks. Ik doe wel een hoop, alleen ja, het komt soms warrig, want dan ben ik zo gehoopt of er gebeurt weer wat. Waardoor je gewoon even weer daarmee bezig bent. Dus vandaag. Want dan is het spontaan dat we door die lockdown weer een keer de kinderen thuis zitten. Of het is dat, of het is zus, of het is zo. Ja, je bent me van alles nog wel bezig. Nou. Vandaag waren de kinderen voor het eerst dus naar school. Dus we konden even de boosterprik gaan halen. Die hoefde je nou zonder afspraak te halen. Dus dat was fijn. Dus ik kon hier gewoon zo binnen wandelen. Ik wil een boosterprik. Dus ja, zo hebben we het ook werkelijk ook gedaan. En nou, die is ook gezet. Dus daar dan ook uit. Maar ja, daar mag je allemaal natuurlijk niet veel meer in doen. Dus ja, dus die zit erin. De derde prik. Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel een beetje last van bovenspiepijnig iets. Het is echt zo van, oh, het zit niet helemaal lekker. Maar goed, het hoort erbij bij het leven. Dus ik dacht, ik geef je even een kleine, zeg maar, even een kleine ja, feedback wat er nou allemaal gaande is. Morgen heb ik als het goed is voor jullie al een filmpje gezien. Die doe ik even tussendoor om wel jullie sowieso iets te geven. En dan dit natuurlijk op de vrijdag als die vlog. Zodat ik voor die andere projecten even de tijd heb om het zo perfect mogelijk, zo goed mogelijk en zo netjes mogelijk te kunnen doen. Zodat ik dan een beetje voorwerk. Want ik ga toch niet meer de real fresh video's meer maken. Want ja, dat gaat toch niet lukken. Kreeg ik als tip, maak het gewoon allemaal van tevoren. Nou, dat ga ik dan ook maar doen. Want zo werkt het ook niet. Maar ja, ik had nog helemaal niks voor de rest. Ik had dat gegeven. En ik denk, nou, dan hebben jullie in ieder geval iets. Ik ben wel. Ik ga het ook gewoon weer door. Maar ik ben nu met voorwerken bezig. Zodat ik dadelijk een hele berg video's heb. Zodat ik jullie lekker mee kan entertainen. En dat jullie heerlijk van kunnen gaan genieten. Ik krijg ook leuke dingen. Dat ze mensen het ook leuk vinden. Dat ik ook van alles en nog wat filmpjes ga doen. En niet alleen maar make-up en wat met beauty te maken heeft. Want ja, zoals ik al zei, het is er een beetje uit. Niet dat mensen gestopt zijn met de opmaken of zo, maar het is er een beetje uit. Dus vandaar. Maar goed, morgen ga ik dus een beetje opruimen. Die video creëren die jullie dus al gezien hebben. Ik weet nog totaal niet wat, maar dat zien jullie dan al. Smiddags heb ik waarschijnlijk kindjes die hier zo binnenkomen om te spelen voor de kinderen. Dus ja, dat hebben we ook weer in huis. Maar ja, ik heb er twee, dus ieder een eigen vriendje of vriendinnetje. Dus daar laat je weens. Wat staat er dan morgen te gebeuren? Een berg meiden of jongens en meiden in huis. Dus dat is natuurlijk ook een feest. En in de tussentijd dacht ik te editen. Mijn man is ook gewoon weer werken. Dus let's hope that I can make it all happen. En ja, ik denk dat ik misschien een lekker kookvideo ga doen of zo. Ja, een heerlijke. Ik zal geen soep maken. Maar goed, ja, ik. Ik ga dat lekker doen. En ja, wat zou ik nog eens doen? Ik heb geen idee. Zie jullie morgen wel weer. Dus voor vandaag, bedankt voor het kijken. Blijf gewoon zitten. Morgen is weer een nieuwe dag. Ja, je kijkt gewoon een paar seconden verder. Maar goed, dat snap je wel. Het is een weekvlog. Morgen is dus woensdag. En zie je me dan weer. Later. No! Hallo! Ja, kijkers, ik zou de video een vrijdag geplaatst hebben, maar dat is niet gelukt. Ja, de boosterprik. Ik ben er ziek van geworden. Ik ben er nog niet helemaal beter van, maar ik ben er wel ziek van geworden. Mijn mannetje een beetje, maar ik heb het goed te pakken gehad. Stijve armen, hartkloppingen, opgezwollen strot, echt alles wat je erbij kon kijken. Warm hoofd, ik had nog steeds een beetje last van mijn keel en mijn oren, maar ja, dat tjoef, het zat ook weer terug. Voor de rest niet dat ik ziek voelde of zo, en moe. Wat was ik moe, en mijn mannetje ook een beetje moe. Maar gelukkig had hij er niet zoveel last van, dat is alleen maar heel veel spierpijn. Dus ik was even uit de relering, dus ik kon ook niet verder met projectjes, want ik heb hoofdzakelijk een beetje humeurig, chagrijnig, een beetje in huis rondgelopen. Ik heb nog met enigszins nog met plezier nog die witlofschotel gemaakt voor jullie. Toen ging het nog enigszins, maar vlak erachteraan tegen de avond verder vorderde. Ja, het was klaar. En die dagen daarna, het was gewoon bagger. Het is nou zondag en ik voel me vandaag voor het eerst weer enigszins een klein beetje
mens. Ik heb er nog een beetje last van nekpijn en zo. Het is toch niet in mijn lijf. Of toch het er nog een beetje naar zeurt. Maar voor de rest, buitenom dat, gaat wel een stuk beter. Dus daar ben ik blij om. Maar ja, dat andere heb dat allemaal wel een beetje op uitstel gezeten. Dus dat was niet echt helemaal goed. Dus ik maak deze video online en ik gooi hem straks gelijk, als het nog zonder is, nog online, ik denk het wel. En maandag komt sowieso een nieuw videootje van mij online. Dan ga ik gewoon weer, zodat de kinderen op school zijn gebracht, ga ik naar boven. En dan ga ik voor jullie lekker de maandag maskerdag nog even opnemen. Maar dat is er ook niet van gekomen. Dus dat ga ik gauw opnemen. Ik ga verder met mijn project waar ik nog mee bezig ben. Dus daar ga ik nog mee verder. Maar dat moet ook een keer af. Want ja, het is wel de bedoeling dat ik natuurlijk wel een afvideo krijg. Maar ja, op een gegeven moment krijg ik zoveel beeldmateriaal op mijn laptop staan. Voordat ik dadelijk helemaal de kluts kwijt ben. Hoe het nou helemaal zit, zou ik maar zeggen. Dus ik dacht bij mezelf, ik ga deze gauw nog even in elkaar flansen. Ik voel me nog goed genoeg. Laat het even doen. Morgen die maskervideo die ga ik plaatsen. En verder met het project afmaken. Dus dat ga ik ook filmen. Dus er komen nog heel veel leuke content. En dan zei je project. Wat bedoel je nou eigenlijk project? Nou, dat zijn van die soort opknapvideo's. Weet je wel? Je before en after look. Dus, maar sommige dingen moeten drogen. En er wordt geverfd of gelijmd of wat geknutseld. Of aangezien we zitten ook natuurlijk nou niet meer zo streng meer in de lockdown. Nu zijn alles weer open, maar toen nog niet. Dus ja, dan moet je ook alles bij elkaar friemelen en frammelen om te doen. Plus ook spulletjes, want je wilt ook steeds ook leuk aankleden. Zo, ja. Toen zei mijn accu in één keer, ik ben leeg. Timeout. Beetje oplaaien, dan doe ik het wel weer voor je. Top. Dus we zijn weer een eentje verder op de avond. En nu nog maar hopen dat ik het op tijd online krijg op de zondag zelf. Anders wordt het begin van middernacht. Maar goed, tadaar. Ik weet deze niet eens iets meer waar ik gebleven ben. Oh, wat erg. Nou, in ieder geval, wat ik bedoelde te zeggen, denk ik, was dat tijdlimiet met drogen en dat soort dingen. Dus daarom duren die video's langer. Ik ben natuurlijk niet helemaal lekker geweest. Ik ben er niet mee verder gegaan. Niet echt netjes. Maar ja, winters. Zwinters, mensen. Ik heel eerlijk gezegd. De nieuwe ik. Ik word vaak zieker. Zwinters. Niet vanwege omdat ik corona heb of zo. Maar ik. Ja, ik ben gewoon vaak ziek. Zwinters. Ik wil veel snel verkouden. Veel kuren en dat soort dingen. Dus ja. Goed. Nogmaals. Ik weet niet precies waar ik gebleven ben. Doet er even niet toe. Morgen ga ik dus verder met die gezichtsmaskers. Dus dat ga ik gauw maken voor jullie. Ik hoop dat jullie er naar uitkijken. Hetzelfde geldt, hebben jullie eerst de masker gekeken en dan deze video. Ik hoop dat je dan die video leuk hebt gevonden. Doe dan een duimpje omhoog. En abonneer zeker voor een lekkere, warrige kanaal. Dat blijkt het op dit moment op. Ja, ik moet het trui nog vinden. Het is allemaal nieuw, allemaal anders. Het is niet zo van dagelijks volg je schijt de dingen. Je gaat zelf even zitten, je edit en je gooit het online. Nee, dit is totaal toch echt anders. Je moet echt meer verzinnen, meer denken, meer doen, meer content verzinnen. Dus dat is niet dat het hier allemaal er niet is. Maar nu ook nog allemaal voor jullie op beeld zien te krijgen. Want ik wil zoveel. Maar eigenlijk krijg ik het niet helemaal voor elkaar om dat nog te doen. In de juiste volgorde, de juiste tijd, het PR-schema. Want jong gezin, kom van alles op pad. Dan is dat op met de kinderen. Of er komt daar een afspraak tussendoor. Of die komt spontaan aan de deur langs. Of er is dat aan de hand. Of werken. Ik moet stil zijn, want mijn man ligt al te slapen. Of er is dit. Of mijn man ligt te slapen boven. Want dan kan ik boven niet opnemen. Al dat soort dingetjes meer. Dat zit allemaal eens in de weg en in de kroei. Maar er wordt zeer zeker aan gewerkt. Morgen doe ik gauw die opname maken. Ik maak morgen mijn project af. Zodat ik het verder kan afmaken om een videootje van te maken. Ik hoop dat het gaat lukken. Kookvideo's komen er nog gewoon aan. Ik denk dat ik, als ik morgen dat ene klaar heb en klaar geëdit heb. En dat gaat exporteerd op een spandje. Dat ik in de tussentijd nog een kookvideo maak. Ik denk dat het wel moet lukken. Twee video's op één dag maken. Dus er is allemaal genoeg. Ik wil gewoon inhalen. Ik wil gewoon een heel groot stappenplan hebben. Dat het allemaal online staat. Al die video's. Maar goed, zo hoop gepraat, hoop op beloven, hoop gewenst. Maar nu nog zien waar te maken en dat gaat het om. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vindt. Ik heb ook gezien dat we een nieuwe abonnee bij hebben. Van de 18 zijn we nu op 19. Dan gaan we eens even controleren of dat nu nog steeds hetzelfde is. Ik zal even mijn telefoon erbij pakken. Nee. Deze moet ik hebben.
Kom, een beetje mee werken, goed zo. We hebben nog steeds 19. Ja, kijk, we hebben nog steeds 19 abonnees. Oh, focus, focus, focus. Kijk, 19. Ik hoop dat je het ziet. Ja, 44 weer gaan ze op. Beetje stil jij. Oh, ik heb één reactie zelfs. 8 likejes. Oh, dat was zo'n mannetje. Nou, 8 likejes. Dus dat is wel heel goed natuurlijk. En op de DIY heb ik daar ook... Oh, stil. 6 likejes op. Dus het gaat de goede kant op. Dankjewel voor het allemaal liken. Dus daar ben je zeker blij om. Hoe meer likejes, hoe beter. Goed, bij deze ga ik afsluiten. Dan ga ik hem gauw dit stuk er nog aan editen. Ik hoop dat het een beetje een make sense is. Sorry van de time-out stukje tussendoor. Want de batterij was leeg van de camera. Oeps. Dus... Morgen nieuw start, Miocast, nieuwe rondes. En ik voel me wat stukken vrolijker, dus daar ben ik blij om. Dus ja, morgen. Of voor jullie eigenlijk misschien wel dezelfde dag al. Komt er natuurlijk weer die maskervideo online. Dus ik ga er nu eentje zelf maken. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. En ja, ga gezellig meegenieten. En hetzelfde, dat heb je het al gezien. En dan zie je deze nog te kijken. Nou ja. Nou, hoop ik maar dat je het leuk hebt gevonden. Ik val een herhaling. Ik doe dat heel vaak. Ik weet het. Goed, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag weer bij de volgende week videovlog. Ja, het is nog niet echt helemaal een week video. Ja, ik wil niet echt meer zo'n week video maken. Zodat we vloggers waar constant de kinderen erbij zijn. Want ik heb afspraken gemaakt. En vele voor alles. Dus ik doe gewoon kleine vriendjes. Het gaat om mij. Het draait om mij, die kanaal. Met een klein beetje de man en kinderen erbij. Want dat hoort ook wel bij mij. Maar niet meer in de voorgrond. Dat is de bedoeling. Dus ja, en soms beleef ik nou echt werkelijk niks. Om dan maar die camera in de lucht te gaan hangen. En om een beetje stom te gaan houden is ook niks. Dus ik hoop dat jullie het begrijpen. Ik haal de leukste stukjes uit de week. En die deel ik met jullie. En ik hoop dat je het leuk vindt. Dus bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer als je het leuk vindt. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Dankjewel voor het kijken. En doeg!